Hebben jullie die paternotte van D66 gevolgd? Ah ja. Zelfs buiten het parlementaire seizoen, dan weet hij nog eventjes toe te slaan. Onze grote vriend van D66. Ja, die paternotte zeg. Dus wat hebben we gezien? We kregen dus dat gedoe met die treinen in Frankrijk, weet je nog? Die sabotage. En die paternotte denkt bij zichzelf, oh, ik ga gauw Twitter de tweet doen. En die ging even laten weten dat dit helemaal was georganiseerd door Rusland. Ja, de Russen, die hadden dat gedaan met die treinen, ja. En hij schreef erbij, ja, zo zie je maar, Poetin is dagelijks een bedreiging voor ons. Ja, hey. Dat schreef paternotte, ja. En wat bleek later, en wat blijkt nu, het is gewoon een of andere linkse activistische groepje die een hekel hebben aan de Olympische Spelen. En die hebben dat dus gedaan van die treinen. Ja, niks Russen. Helemaal niet. Nee. Dus je denkt bij jezelf, nou, die paternotte die weet dat nu dan, hè. Dus die gaat natuurlijk op tweet zijn excuses maken en zeggen van, nou, sorry, dit was weer een hoop geleuter. En het spijt me bijzonder. En dat had ik niet moeten doen. En door het stof. Nee, we horen niks van paternotte. Helemaal nul. Dus, conclusie is, dat weten we nu al zeker. D66 is een club van roep maar wat.